Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij iets gloednieuws op zowel Twitch, oh dat is heel hard, op zowel Twitch als op YouTube. We gaan pack openings doen, ik heb er heel erg veel zin in. We gaan Shiny Fates openen, Shining Fates, dat is een set vol met Shinies zoals jullie misschien weten. Hoe heet het, hou ik erg van Shiny Hunten. Nou, dit zijn dus de packies. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd of ik een beetje wat cools uitpoel. De pool rate van een shiny is best wel hoog in deze set. Dus dat is wel leuk. Dus ik verwacht er zeker één of twee te krijgen. Natuurlijk niet elke pack heeft een speciale kaart, zeg maar. Maar ik ga er in ieder geval wel een beetje voor. Om in ieder geval één of twee. Één of twee gaan packen. Als jullie dit op YouTube zien, dit wordt een rauwe video, zeg maar. Dus ik knip er verder niet in. Alleen het begin en het eind knip ik en dat gooi ik helemaal op YouTube. Dus het kan zijn dat ik reageer op mensen die in de chat zijn. Zoals Paddy die zegt: heb je de Shiny Charm al voor de packs? Misschien. Dat antwoord ik als de packjes open zijn geweest. Ik heb vier verschillende pack arts. Je hebt deze mooie. Hoe heet dat ding ook weer? Dragapult of zoiets. Dragapult. Dan heb ik toch Xtricity. Corviknight. En de Charizard. En deze Charizard is de allerduurste en meest waardevolle kaart die erin zit. Er zitten 10 packs in de ETB. Dus ik ben heel erg benieuwd welke shinies we gaan poelen. Er zitten ook Secret Rares in. Dat zijn legendarische met een soort regenboog aan de achterkant. Er zitten Rainbow Rares in. Dat is alleen al creamy in deze set. Je hebt nog Trainers. Dat zijn Ultra Rares. En dan heb je ook nog iets van Gold Rares of zo. Dat zijn hele vette kaarten. Dat zijn er twee. Dat zijn allebei Eternatus. En ja, we gaan zien. We gaan zien welke we gaan packen. Laten we het eerste packje gaan openen. Welkom Sander, welkom Poison Fox, welkom Yami. Hey, je reeks is verbroken. Wat voor reeks? Heeft de professor je de Chime Charm al gegeven of niet? Misschien wel. En die grap maakte Paddy ook al. Kijk reeks. Ah, boe. Ik wist niet eens dat er zoiets als kijkreeks bestonden. Ik wist niet dat het zo moeilijk was om een pakje te openen. Ik dacht, dat doe ik eventjes. Die scheur ik even zo open. Oh ja, dat is ook zo. Oké. Het valt allemaal best mee. Zo. En dan draaien we hem netjes om. Dan pakken we de TCG Online kaart. Die pakken we er vanaf. Dan pakken we 1, 2, 3, 4 kaarten. En die doen we ervoor zo. En dan hebben we als het goed is de reverse rare en de rare kaart achteraan. Laten we het eerste packie gaan openen. Ja, Sander, je hebt een stream gemist. Ja, dat klopt. Oké, we beginnen met een vuur-energy. Dan hebben we de Rusted Shield. Een Dartrix. Een Eldegoss. Oeh, we komen al. Ik moet even lachen om de chat. Omdat Sander Paddy aan het pesten is. Een Grookey. Die hadden we natuurlijk al gezien net. Een Morpeko. Een Spinarak. Een Buizel. Oh, hij is niet scherp. Wacht, dat doen we even zo. Wordt hij dan scherp? Ja, de Buizel. De Rowlet. En volgens mij komt nu de Reverse. De reverse is. Oh, wow, yo, meteen een amazing rare Reshiram. Holy shit. En wat zit erachter? Een gewone rare Volcanion. Meteen een amazing rare kaart in het eerste pakje dat we openen. Een amazing rare Reshiram. Kijk, daar houden wij van. Dat zijn de kaarten die je wilt. Poison Fox schijnt hij ook al gepoeld te hebben. Lekker bezig, Poison Fox. Kan die hier zo staan? Hij kan hier zo staan. Ik zal hem nog heel even mooi laten zien voordat we aan het volgende packje beginnen. Ik moet zeggen, deze sleeves die erbij zitten vind ik niet zo heel mooi. Ja, ik heb wel sleeves. Die staat er bij de ETB. Alleen, het zijn een beetje wazige sleeves. Waardoor hij een beetje ja, van de kwaliteit van de kaart afneemt. Dus misschien dat ik nog echt doorzichtige sleeves wil gaan halen. Zodat je het gewoon beter ziet. Maar in ieder geval, de eerste pack, meteen een hit. Daar ben ik wel erg blij mee. Een Amazing Rare Reshiram. Dan gaan we naar het volgende pakketje. Dat is een Shiny Toxtricity pakje.
Ik ben heel erg benieuwd. Het tweede pakje van de dag. De vorige duurde nogal even voordat ik die geopend had. Blijkbaar is het toch moeilijker dan dat je denkt. Ik zit altijd van die video's te kijken en dan denk je, oh, dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Dat valt toch vies tegen. Maar goed, hoe is het met jullie? By the way, over minder dan een uur krijgen we een Pokémon Present. Daar gaan we natuurlijk heel veel coole... Ik doe het heel even hier hoor. Daar gaan we natuurlijk heel veel coole dingen horen. Misschien wel een aankondiging van de nieuwe game. Ik verwacht het wel, eerlijk gezegd. En natuurlijk de Diamond and Pearl remakes. Alleen ik verwacht ook dat we iets over Pokémon Snap horen. Iets over Pokémon Unite. Ik verwacht misschien wel een Shadow Drop van Pokémon Unite. Maar dat weet je natuurlijk niet. Ik heb hem, het duurde even. Deze liet nogal op zich wachten. Zo. Ik zag wel al wat. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Oh, dat was de online kaart. Het viel mee. Ik heb nog niks gespoild van mezelf. Als je nou een goede poelt, zal ik ook zeker Ultra Pro Toploaders bestellen. Wat is dat? 4 kaarten. Of voorop. Zo. Nou, laten we een kijkje nemen. We beginnen zoals altijd en met een energy. En we hebben er een rood om. Yo Ninja, leuk dat je kijkt. We hebben een Floatzel. Een Rusted Sword. Oh, Plastic Overhoesjes. Ja, die wil ik wel graag. Ik zag al wat. Ik zag een glimmend stukje aan de bovenkant. Een Rowlet. Morpeko. Een Nickit. Een Eevee. Gossifleur. Volgens mij komt nu de Reverse Holo. Dat is ook de shiny spot. Oh, het is een Reverse Holo Spinarak. En volgens mij krijgen we nu iets goeds. Oh, het is een Holo Ball. Wow, volgens mij is deze ultra rare. Wacht, ik kan het wel zien. Volgens mij is deze ultra rare, deze Ball Guy. Deze is volgens mij ook fucking zeldzaam. Oh, ja. Ik ga het even kijken. Ik leg deze heel even neer. Dan ga ik heel even kijken hoe rare die is. Dit is pas het tweede pakje, hè? De Ball Guy. Ultra rare, hotse vlot. Tweede pakketje, meteen een ultra rare. Super nice. Een ultra rare Ball Guy'tje. Heel nice. Die gaat ook meteen de sleeve in, natuurlijk. Super nice. Eigenlijk is het gewoon 2 uit de 2. Ik heb niet de Shiny Toxtricity geclaimd, omdat ik al een Shiny Toxtricity legit heb. Dus dan hoef ik hem niet via een event. Het volgende pakketje is een Shiny Corviknight pakketje. Ik ben heel erg benieuwd. De luck is inderdaad wel real met dit pakketje, met deze pakketjes. Oeh, is hij $30? Nice, dan ben ik heel blij met de Ball Guy. Alleen nog geen shiny en dat is uiteindelijk natuurlijk waarvoor we het openen. Zo, in de prullenbak. De codecard gaat hier naartoe. Zo, 1, 2, 3, 4... Oké, pakketje 3. Een Electric Energy. Team Yell Towel. Ik zal hem wat meer in het midden houden, daar moet ik wel een beetje op letten. Een Twacky. De volgende kaart is... een Tropius. Wordt dit 3 uit de 3? We gaan het zien. Een Spinarak. Een Snowm on the Bench. Dit vind ik echt een hele vette card art. Die Snowm op een bankie. Een Horsey. Rowlet. Morpeko. Volgens mij komt nu de Reverse Rare. Of Reverse Holo bedoel ik. No, Shiny Grookey. We hebben de eerste Shiny. Jawel.
Shiny Grookey is aanwezig. En de laatste kaart is... een Boss's Orders. We hebben onze eerste Shiny van de dag. Ja, ja, het is nog steeds 3 uit de 3. Een Shiny Grookey, hotse vlot. Beter dan Shiny Dedenne. Sander, zal ik wat zeggen? Shiny Dedenne zit wel in deze set. Shiny Grookey, ja, ja. Very nice. We hebben onze eerste Shiny binnen. Ik ben heel erg blij. Die gaat er mooi naast. Het is 3 uit de 3. Ik ben in ieder geval tot nu toe heel erg tevreden. We gaan nu naar onze eerste Shiny Charizard pakketje. Als we die gast krijgen, dan zijn we echt binnen. Oh ja, jij had hem op de TCG online gepakt. Ja, dat klopt. De derde en vierde pakketje gingen wat makkelijker open. Daar hou ik van. Zo, codekaartje weggelegd. 1, 2, 3, 4. Nou, laten we zien. We hebben een Grass Energy. We hebben een Dartrix. Een Rusted Shield. Een Ball Guy, maar dan een niet full art. Een Spinarak, die hebben we al meer gehad. Weasel. Rowlet. Trapinch. Reverse Holo. Oh nee, Snowman on the Bench. En dan nu een Reverse Holo. Reverse Holo Rowlet. En de rare van dit pakje is... een Cinderace V. Ja hoor, we hebben nog steeds gewoon elke keer prijs. We hebben nog steeds elke keer prijs. Dit is echt een leuke set. Nog geen enkel slecht pakje gehad. Dus ik ben zeer blij. Cinderace V. Heel even scherp stellen. Ja, ja. Hij glimt ook mooi. Ja, een hele mooie kaart. Very nice. Die zet ik ernaast. Dat kunnen jullie niet zien, maar hij staat er in ieder geval naast. Oeh, ik moet hier heel eventjes wat kaarten gaan opruimen, want die liggen nu erg in de weg. Zo. Er zijn genoeg kijkers, dus dat is hartstikke leuk. Als jullie het op YouTube zien, mensen hebben nou een zin in de chat, heb ik het gevoel. Die kaartjes leggen we heel even hier neer. Doe maar op de achterkant. Zo. Dan gaan we door naar pakje nummer 5. En dan zijn we weer aangekomen bij de Dragapult. Zoiets. Ik kan die naam nooit normaal uitspreken. Maar Milan, dat je iets verslavends begint. Dat weet ik, maar dat heb ik met voorbedachte raden gedaan. Ik wil ook gewoon een keer echt een boosterbox openen. Alleen de boosterbox die ik wil, zeg maar, die is op dit moment niet verkrijgbaar. Die komt binnenkort als het goed is weer. Nee. Oh, ik zie het nou dat de Energy Coastal Pressure hem ook glimt. Dat is zeer nice. En we hebben weer een Spinarak. De derde Spinarak volgens mij al. Eén, twee, drie, vier. Oké. We hebben deze keer een Dark Energy. Een Rotom. Een Cramorant. Een Rusted Shield. Daar hebben we de Spinarak die we al zagen. Snowman on the Bench, die we nu ook al 3 keer hebben. Grookey. De E onderaan. Ik zie geen E onderaan. Oh, hier. Oh, nu een D. Dat weet ik eigenlijk niet. Een Eevee. Eevee zijn altijd gewild. Een Morpeko. Oké, en de Reverse Holo of de Shiny van dit pakje is... een Reverse Holo Eldegoss. En wordt dit het eerste pakje zonder iets speciaals? Een Zaroot. Dit is het eerste pakketje zonder een goede kaart. Maar dat mag ook wel. We hebben al 4 keer achter elkaar een goede kaart gehad. Dan mag er eentje tussen zitten die wat minder is. Daar gaat de streak, ja. Maar we hadden ook niet kunnen verwachten dat in alle 10e pakketjes natuurlijk een Shiny zou gaan zitten. Dat hadden we ook niet mogen verwachten.
Ik hoop dat iedereen na de pack opening ook blijft voor de present. Ik ben heel erg benieuwd wat Pokémon gaat announcen vandaag. Oh, we moeten natuurlijk de kaarttruc nog doen. En de online kaart gaat hier naartoe. 1, 2, 3, 4, zo. Oké, we zijn over de helft. We gaan nu naar pakketje 6. Wat zit er in pakketje 6? In ieder geval een Water Energy. Hallo Munty, je bent net op halverwege ben gekomen. Een Energy, als je ook even scherp stelt. Maar hij is de video's terug te kijken op YouTube. Dus een Energy. Een Floatzel. Team Yell Towel. Een Tropius. Een Grookey. Alweer de Spinarak. Dit is al de vierde Spinarak. Shinx. Volgens mij hebben we die nog niet gezien vandaag. Een Horsey. Oké, ik denk dat de volgende de Reverse Holo is. De Reverse Holo? Nee, niet. Sorry, ik was te vroeg. Dit was een jam, maar nu komt de Reverse Holo. Oké. Reverse Holo. Snow on the Bench. Dit is wel een hele vette kaart, Reverse Holo. En de rare van dit pakketje. Een Celebi. Dit was weer geen goede kaart. Maar dat is niet erg. We hebben in het begin natuurlijk al vier goede kaarten gehad. Dus er mogen twee pakketjes in zitten die niet perfect zijn. Ik wil de Charizard voor het laatst bewaren. Dus we gaan nu door weer naar een Dracopult pakketje. Dit is pakketje nummer 7? 6. 7. Pakketje nummer 7. Ik kan tellen. Jij zeker. Wat zit er in pakketje nummer 7? Ik zal toch even kijken. Een paar pakjes. Ah, oké. Okay, Menti. Zie daar Morpeko met een... Hoe heet die beetjes ook weer? Shuckle en Trumbeak op de achtergrond. Dan gaat de TCG Online weer aan de kant. Dan pakken we 4 kaartjes. En dan gaan we aan pakketje nummer 7 beginnen. In pakketje nummer 7 zit een Fire Energy. Volgens mij hebben we al heel veel verschillende energies gehad. Dus dat is wel nice. Die man zat te lurken, dat klopt ja. Oké, we hebben een Rusted Shield. Een Rotom. Een Cramorant. Een Morpeko, die hadden we al gezien. Koffing. Rowlet. Gossifleur. En dan komt er nog een, ja. Koufant. En dan komt nu de Reverse Holo. De Reverse Holo is... Oh mijn god! Oh mijn god! Dit is een Shiny Grimmsnarl V. Dit is een... hoe noemen ze deze? Super rare in ieder geval. En... Oeh, en een Holo Indeedee. Twee hele nice kaarten. In één pakketje. Maar die Grimmsnarl is zeker nice. Ik ga heel even opzoeken wat ze over die Grimmsnarl zeggen. Die Grimmsnarl... Er gebeurde iets, dacht ik. Ja, boy, yo! 1500! Alleen, de notificaties staan niet aan op beeld. Sorry, Paddy. Maar wel 1500 biddies van Paddy. Dat is super nice. Even kijken. De Grimmsnarl V. Oh, je hebt ook nog V Max. Die is nog... maar het is wel een... Shiny Hollow Rare of zoiets. In ieder geval super nice. Ik ga ze heel eventjes in een sleeve duwen. Zo. Dit is denk ik wel de beste die we vandaag hebben gepoeld. En de Indeedee is ook gewoon holo, dus die is ook gewoon nice. Zo. En dan gaan we de overige kaarten weer heel eventjes weghalen. Ah, die Ball Guy was beter. Oké, okay, maar ik vind zelf de Grimmsnarl vetter. verdomme. Zo. Dan gaan we naar pakketje nummer 8. En pakketje nummer 8 is een Toxtricity. Ja, maar je hebt ook nog een Grimmsnarl V-Max. Die is nog weer heftiger, zeg maar.
Ja, zeker. Ik blijf live totdat de Pokémon Presents is. Die is over 40 minuten, dus. Fijn dat je het heerlijke muziek vindt, Sander. Deze gaat weer weg. En dan pakken we weer 4 kaarten van boven. 1, 2, 3, 4. En dan gaan we kijken. Zo. De eerste kaart is een Fighting Energy. Oké, laten we eens gaan kijken. Even weer scherp stellen. Beeld. Hallo. Hallo. Ik wil wel dat er scherp beeld is, jongens. Whoops. Hij wil niet. Ja. Nee. Ja, oké. Een Tropius. Gym Trainer. Oh, die, dat is een vette kaart. Dat is goed, Perry. Luxio. Wow, Shinx en Luxio achter elkaar, oké. Okay. Een Koffing. Een Horsey. Een Grookey. Oké, de reverse holo van dit pakketje is... Oh, de vroege jacht, sorry. Morpeko en de reverse holo van dit pakketje is... Een Rusted Shield. En dan komt nu de rare van het pakketje, een Volcanion. We hebben weer een bust. Wat jammer, maar dat is niet erg. We hebben nog 2 pakketjes te gaan en we hebben al echt wel goede pulls gehad. 2 shinies tot nu toe. Misschien dat er nog een mooie shiny bij komt. Of misschien wel een gold rare of een rainbow rare. We gaan het zien. We openen nu... Oh. Dit pakketje is een Corviknight shiny. Sander is echt een savage, jongen. Oh. ECG online. En doen we weg. 1, 2, 3, 4. Maar Ducklet is wel vet shiny. Die zou ik nog best wel willen, Poison Fox. Oké. We hebben hier een normal... Oh nee, dit is een steel, hè? Dit is een steel energy. Van metal energy noemen ze dat volgens mij. Rusted Sword. Een Dartrix. Een Twacky. Een Shinx. Koffing. Trapinch. Rowlet. Choodle. En de reverse holo is... Shiny Poltergeist. Nice. Shiny Poltergeist. De derde shiny van de dag. Very nice. En Professor's Research. We hebben een shiny Poltergeist binnen, jongens. Als hij ook scherp gaat stellen. Ja hoor. Very nice. Shiny Poltergeist is binnen. Hotse vlots. Daar gaat natuurlijk een mooi sleeve omheen. Very nice. En dan hebben we nog 1 pakketje te gaan. Zal daar een rainbow of een gold rare in zitten? We gaan het zien. Het laatste pakketje is de Shiny Charizard. We gaan eens zien of daar... nog een coole kaart in gaat zitten. Zo. Als ik nou die Charizard zou packen, echt, zou fucking heftig zijn. Dat zou heel heftig zijn. 1, 2, 3, 4. Oké, let's go. Het laatste pakketje. Beginnen we met een Psychic Energy. Als u scherp stelt, beginnen we daarmee. Ja. Gym Trainer. Een Twacky. Oké, daar komt hij. Plotsel. Gossifleur. Keknia. Koufant. Weasel. Spinarak nummer 124. En de reverse holo uit dit pakketje. Het laatste pakketje is...
een Reverse Holo Cramorant. En de rare uit dit pakketje is een Ditto V. Ditto V nog steeds gewoon een vette kaart. Zeker een vette kaart. Ik ben daar best blij mee. Dat was de laatste uit het pakketje. Dan gaan we zo nog heel even natuurlijk alle kaartjes langs. Best wel redelijke packs gehad. Even kijken. Ik zal ze allemaal even pakken en dan gaan we ze allemaal nog een keertje langs. Wij hadden de Ditto V die we net packten. Ik leg ze hier neer. De Shiny Grimmsnarl V, die echt heel vet is. De Amazing Rare Reshiram. De Ball Guy, die blijkbaar het meeste waard is van alles wat ik heb gepoeld. De Shiny Grookey. De Cinderace V. En de Shiny Poltergeist. En natuurlijk nog een Indeedee Rare. Holo Rare. Dus dat is nog steeds gewoon een goede kaart. Heel nice. Oké. Dat was het voor de pakketjes van vandaag. Als je dit op YouTube ziet, bedankt voor het kijken. Vond je dit nou leuk en wil je dat ik dit vaker doe? Doe een duimpje omhoog. Dan zie je heel erg bij een nieuwe video. Adios, amigos.